Ik ben in Rotterdam en wel in het Maritieme District. En achter mij is het Mariniersmuseum. Een museum speciaal voor het Korps Mariniers. Een onderdeel van de marine. Die bestaan dit jaar 350 jaar en het wordt hoog tijd dat ik er eens wat meer over te weten kom. Ik blijf het altijd echt indrukwekkend vinden hoor, het leger en dan die geschiedenis. We zijn in het Mariniersmuseum, hè, van het Korps Mariniers. Ja. Die zijn 350 jaar geleden begonnen. Waren het toen ook al het Korps Mariniers? Ze zijn begonnen als zeesoldaten, dus het heette nog geen Korps Mariniers, maar het waren echt soldaten die waren getraind om te vechten op schepen. Geweldig. Ja. En een heel museum dus voor die ene tak van de marine, hè? Dat klopt, ja. En wat is er allemaal te zien? We zijn dan dus hier waar je leert over het ontstaan van het Korps Mariniers. Maar je leert ook over de missies die ze hebben uitgevoerd in al die tijd. Wat hebben ze allemaal gedaan? Hoe hebben ze zich ontwikkeld? Dat is allemaal te zien nu. Wat leuk, laten we lekker een rondje gaan lopen. Dat is helemaal goed, ja. Super. We zijn nu op de vloer met een tentoonstelling over Uruzgan. Dat is een missie ongeveer uit 2009. Hoe ziet nou die wereld eruit van die militairen? Je kent misschien een marinier in je familie, maar waar gaat hij nou heen en wat doet hij nou de hele dag? Dat is heel recent, hè? Dit is heel Uruzgan is Afghanistan, toch? Ja, klopt. Eigenlijk het menselijke aspect zit in deze tentoonstelling. Dus wat doen ze, wat maken ze mee? De dagelijkse dingen als leuk filmpjes maken met waar liggen nou mijn spullen, maar ook de heftige dingen. Ja. Hey, en wat heeft, want je vertelde dat Rotterdam echt wat heeft met Korps Mariniers. Wat is dat dan precies? Mei 1940, de mariniers die hebben hier gevochten tegen de Duitse bezetter. Die hebben hier gevochten? Dat klopt. Echt op deze locatie. Ja, kan je laten zien zo dadelijk waar je staat, zeg maar. Dan kijk je gewoon uit op de Maasbruggen en daar vond de slag plaats. Bizar. Dus, Zullen we gaan kijken? Ik zal het je laten zien. Helemaal goed. Hier hebben de mariniers de Duitsers tegengehouden. Ja, en dat hele heftige verzet, zeg maar, dat heeft uiteindelijk geleid tot het bombardement van Rotterdam. Mei 1940. Dat is, als ik uit het raam kijk, dan zie ik de plek waar dat gebeurd is. Dat klopt. Ja, je kunt in het water kun je nog de bruggenhoofd zien van de oude spoorbrug. En de oude verkeersbrug, die stonden hier. Dus ook als je hier voorbij loopt, zoals je het museum niet eens zou zien, dan zou je de kogelgaten al in het Witte Huis kunnen zien, gewoon nog van die strijd. Wauw, heftig ook hoor, allemaal. Is het dan ook wel voor kinderen geschikt, het museum? Ja, beneden op de eerste verdieping hebben we een nieuwe tentoonstelling over spoorzoeken, dus militair spoorzoeken. En dat is helemaal perfect voor kinderen. Leuk, zullen we gaan kijken? Is goed. Kijk eens, als gegoten, hè? Super, staat je goed? Dank je. Je krijgt een trainingsrapport waarin je voortgang opschrijft. En een instructievideo door de majoor, want dat is aan hem om alles uit te leggen aan jou. Top. En dan sluit je zo af, toch? Prima.